met BSM ben je niet alleen aan het sporten, je bent ook echt bezig met het vak. Je gaat bijvoorbeeld plannen en organiseren. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld les moeten geven aan je eigen klas, maar gaan we ook komen spelen op de basisschool organiseren. En volgend jaar ga je zelfs lesgeven op een basisschool. Dus je bent echt bezig met het plannen en organiseren. En dat is leuk aan het vak BSM. Ja. Geeft u liever LO of BSM? Nee, ik vind het allebei leuk om te geven, maar bij BSM is het heel leuk dat je meestal mensen hebt die het ook leuk vinden om te sporten en die het ook leuk vinden om iets extra's te doen. Ik het lokaal dat? Wat? Ja, maar ik film alleen dit nu, hè? Dan moet je het niet uit. Maar dit is wel 10 keer beter dan opnieuw. Ja, inderdaad, vind ik ook. Deze. Dat is weer dat je denkt, yes! En dat is echt amazing. Kijk, daar heb je nog gang, dus hij is aan het voetballen, mag helemaal niet. Nee, maar jongens, bij BSM kan alles. Bij BSM heb je 4 domeinen en een van die domeinen is bewegen. En dat houdt eigenlijk in technische en tactische vaardigheden, in alle vaardigheden. In alle deelgebieden als spel, atletiek en zelfverdediging. Dus eigenlijk is het gewoon alles wat je doet met BSM. Dus gewoon boksen en rennen en gewoon hoogspringen en zo. Eigenlijk alles wat je doet, verschillende soorten daarvan. Ja, en domein 2 is bewegen en regelen. En daarbij ga je lesgeven en allemaal dingen organiseren, zoals de koningspelen en sportdagen en zo. Dus... Dan heb je domein 3, dat is beweging en gezondheid. Daar leer je kennis maken met EHBO en het menselijk lichaam en trainingsprogramma's. En domein 4 is bewegen en samenleving. En daar ga je ook echt dingen onderzoeken. En je kunt soms ook je profielwerkstuk over een sportverschijnsel doen. En dan is het ook gewoon gekoppeld in je profielwerkstuk. Dit waren de 4 domeinen. Het sportveld. Zoals je hier ziet, het is allemaal voetbalbordjes op, dus kun je ook heel veel sporten doen. Alleen nu is het natuurlijk wel te koud om niet te gaan sporten, dus we doen het binnen in de gymzalen. Ja. En hier is ook het softballtoernooi, wat je dan ook in HAVO5 gaat doen. En met BSM doe je ook heel veel leuke sporten, wat je met gym minder snel zult doen. Ja. Lekker! Dit ziet er... Oké. Maar je bent ook echt bezig met het vak. Wacht, ik ben het vak bezig. Je bent ook. Nee, wacht, opnieuw. Oké. Nou, bij BSM hebben we 4 domeinen. Even opnieuw hoor. Het zijn geen domeinen. Dit was leuk, we moeten ze wel zien. Nou, we hebben bij BSM 4. Hoe heet dat ook weer? Domeinen. Oh, echt? Bij BSM hebben we 4 domeinen. Sorry. Gotta say, taste, she can get a taste. BSM spotten wij 3 uur in de week. Daarna maak je van elke spot wat er verwacht. Het is super leuk om het te doen. She can get a taste, let you get a taste, do you let it taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. A lot of girls like me, wanna fight me. Get your check like check Nike. Me not icy, that's unlikely. And she gon' me like a icy. Chains on the neck for the whole team. And I feel like Gucci with the ice cream. And my bitch with the Fenty, not the Maybelline. I'm the black JB, the way these bitch green. Make this bitch green. Wil er nog iemand iets te knagen, of niet? Ja, jawel niet. Je kan kiezen tussen de Maas en de Snickers. Op!
Wij zijn Babs, Lotte, Indy. En wij zitten in de BSM-klas 4 HAVO. En wij zitten in dit groepje met nog een ander meisje, Bibi. En zij heeft al een stukje opgenomen, dus dat zien jullie straks ook wel. En wij gaan laten zien wat we allemaal met BSM doen. En ja. We hebben dus BSM gekozen en wij vinden het superleuk. We doen het 3 uur in de week. 1 losuur en 1 blokuur. En extra sporten is gewoon super gezond voor je. We doen niet alleen hier binnen sporten, maar we gaan ook wel eens een fietstochtje maken of een boswandeling doen. Dus superleuk. Bij BSM sporten wij niet alleen maar, wij maken ook kleine opdrachtjes waardoor we meer over de sport te weten komen. Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met hoogspringen en daar leer je om in een bepaalde hoek te springen. En daar moeten we ook een opdracht over maken. En daar moesten we een fotosessie voor maken, zodat je precies kon zien hoe je sprong. En dat moeten we bij heel veel andere sporten ook nog doen. En dat doe je ook nog bij BSM. Als je bij BSM echt alles goed doet en je levert alles op tijd in, dan mag je jezelf een echte BSM'er noemen. Hallo allemaal, ik ben Iftisem. Ik ben Warda. En vandaag zullen wij jullie wat vertellen over het vak BSM. Het is een keuzevak dat je kan kiezen in 3 HAVO voor het volgende jaar. En ja. Bij BSM sport je net als bij gym, maar het is wat veelzijdiger. Zo leer je ook verschillende sporten. Zit je met mensen uit andere klassen. VWO sport je ook met hogere klassen. En zo maak je ook verslagen over jezelf, wat jij met sport hebt gedaan. En ook verslagen over andere dingen, zoals sport en de maatschappij. En daardoor leer je ook veel. Dit is de gymzaal en hier worden de gymlessen en de BSM-lessen gegeven. In de zomer dan sporten we wel buiten met lekker weer, maar als het koud is dan sport ik gewoon binnen. En met BSM dan leer je eigenlijk gewoon sporten, maar op een serieuze manier. Bijvoorbeeld met atletiek doe je hoog springen en sprinten. En met turnen dan doe je eigenlijk ook veel meer dingen. En moet ook nog marketingles geven. Ja, klopt. Zeg maar, BSM is er eigenlijk gewoon meer dan eigenlijk alleen maar sport. Je leert dus ook gewoon, dus waar dat er net zijn, verslagen en zo. En we hebben dus ook 1 keer in het jaar, bij sportdagen moeten wij dus gewoon eigenlijk helpen. En sportactiviteiten dus organiseren. Gym, ja, BSM is eigenlijk veelzijdiger dan gym. Je leert, je begint elke les met een warming-up. Daarna doen we een oefening, zeg maar, wat met het spel te maken heeft. En dan beginnen we met het spel. En dat doen we dus een aantal weken totdat we gewoon de sport die we beoefenen gewoon best wel goed kunnen. En daarna gaan we door naar het volgende. We zitten nu in de gymzaal. Hier is het eigenlijk allemaal of buiten of binnen. En hierachter hebben we de materialen. Gewoon echt alle materialen die we eigenlijk gebruiken. Hoi, ik ga je wat vertellen over bewegen, sport en maatschappij. Bewegen, sport en maatschappij, oftewel BSM, is erg gezellig, leuk en leerzaam. Je hebt het 3 uur extra in de week buiten je normale LO-lessen. Buiten dat je veel gaat sporten, leer je je grenzen kennen en deze verleggen. Hier zie je dat wij een fietstocht gingen doen, dus het is zeker niet alleen maar echt hard sporten. Ook leer je hoe je moet lesgeven en dit is bijvoorbeeld handig als je docent wil worden. Hier kregen wij een les van een klasgenootje. Dus mocht je nu een betere conditie willen krijgen, dan zou ik zeker voor BSM kiezen. Oké, hallo, welkom bij het Marktland College aan den Bosch. Wij hebben BSM gekozen. En we gaan jullie vertellen wat er zo leuk aan is. Woo! We zijn nu op ons sportveld. Hier zijn we vaak te vinden in de zomer en dan vooral als het lekker weer is. Het is lekker groot, dus je kan er met veel mensen sporten. Toch is weg? Terwijl we onderweg zijn naar de gymzalen, vertellen we jullie wat over wat BSM precies inhoudt. Want buiten dat je bezig bent met sport, ga je er ook dieper op in. Je leert de regels van een sport en hoe je les kan geven aan anderen. Je moet dan zelf een les bedenken met oefeningen. Ook leer je hoe je de sport goed beoefent en wat betreft je houding. Je bent ook bezig met theoretische opdrachten, zoals verslagen en andere opdrachten zoals wat wij nu doen. Ook moet je praktische opdrachten doen, zoals helpen met sportdagen of het organiseren van activiteiten. Wat wij leuk vinden aan BSM is de variatie. Je gaat op pad naar het bos of de atletiekbaan en beoefent activiteiten die je normaal niet zo snel zou doen. Je leert dan ook anderen beoordelen. BSM bestaat uit 4 domeinen. Als eerst bewegen. Bij bewegen horen technische en tactische vaardigheden in alle deelgebieden als spel, atletiek en zelfverdediging. Ten tweede ga je in op het bewegen en regelen. Hierbij hoort het organiseren van sportdagen en andere activiteiten. Ook lesgeven en de rol van scheidsrechter en coach vervullen horen hierbij. Als derde gaat het over bewegen en gezondheid. Hier leer je over wat voor effect sport op het lichaam heeft. En als vierde gaat het over bewegen en samenleving. Hierbij ga je verder in op de achtergrondkennis over actuele thema's in de sport. Okay, we zijn nu aangekomen bij het gedeelte van onze school waar we kunnen sporten.
We hebben 2 gymzalen en 2 kleedkamers. En we gaan nu jullie een van de gymzalen laten zien. En laten zien welke materialen er allemaal staan. Ja. Let's go. Ja. Oké, dit is de materialenhok. Hier zitten alle materialen die we gebruiken voor het sporten. Naast dat leren we ook omgaan met de materialen en leren we elke regels van elk sport. En buiten dat we leren hoe we met de materialen moeten omgaan, leren we ook dus om samen te werken en om onze kennis met anderen te delen door bijvoorbeeld les te geven. We hebben zojuist de gymzalen laten zien en we zijn nu aangekomen bij de kleedkamers. Dit zijn de jongenskleedkamers, maar daar gaan we natuurlijk niet in. We nemen jullie mee naar de meisjeskleedkamers. We hebben hier en daar kleedkamers en dan hebben we ook nog een paar douches en 2 wc's. We hebben natuurlijk ook een spiegel. Dan kan je even checken of je er goed uitziet.